Eerst en vooral de reputatie. Ja. We hebben daar een tof clubje eigenlijk, letterlijk en figuurlijk. Traditioneel worden wij hier wel geconfronteerd met enkele bizarre types. Nou, van dat gehoord hebben, waren ze goed bezig. Ontgoochelend begonnen, maar dan achteraf hebben ze dat nog redelijk goed gedaan. Voor zover ik gevolgd heb, vond ik het niet slecht. Ja, ik heb me inderdaad een klein beetje gevolgd. In het begin waren ze alvast goed bezig, maar dat is dan plotseling stilgevallen. Ik vind dat ze heel goed bezig zijn. Ze hebben daar toch een aardige prestatie neergezet. En er zijn veel andere teams die daar een voorbeeld aan kunnen nemen. En ook dat ze in een underdog-positie gestart zijn en dat ze daarmee meer kansen gekregen hebben. Tegenover als je uit een favoriete rol of iets dergelijks start, heb je toch moeilijker om die favoriete rol waar te maken. Nu hadden ze eigenlijk niks te bewijzen en kon het alleen maar beter worden. Dat is wel de moeilijkste vraag van vanavond. Dat weet ik niet eigenlijk. Nu moet ik even nadenken. Ik moet gokken. Ik weet het niet. Ik zou echt niet weten wat... Dat is een hele moeilijke. Ik weet het echt niet. Er waren mogelijkheden genoeg. Ik denk dat ze eerst en vooral daar op tijd moesten zijn om een beetje gewoon te worden aan de omstandigheden. En dan deshydratatie, dat betekent dat je genoeg moet drinken, regelmatig moet drinken. Drinken en trainen, denk ik. Vooral ter plaatse gaan trainen in dezelfde omstandigheden, maar dat zijn kostelijke dingen. Heel drinken, dat helpt altijd. Drinken zeker, hè? Dat ik een goede Belg doe. Gelijk alle goede Belgen, drinken. Veel drinken. Veel drinken. Het is een beetje eigen aan dat cultureel midden, dat er af en toe wel een keer een zijsprong gemaakt wordt. Alcohol, zeker en vast van de drugs, dat wist ik niet, maar in dat wereldje denk ik dat dat dikwijls of vaak samengaat. Drank. Drugmisbruik. Als er maar drugs en alcohol bij zijn en dan zeker keuze genoeg hebben met de mannen en dergelijke, dan... alle valkuilen die er zijn, dan trappen ze met beide voeten in tegelijkertijd. Mannen onderin, met de zippelaar op de rug. Er waren mogelijkheden genoeg. Drugs en dan nog iets. Nou, de rest moet ik niet kijken, wil ik niet kijken. En dat moet ik ook niet geweten hebben. Het is een dikke verhaal, wat we niet kunnen over vertellen, maar... We hebben daar een tof clubje eigenlijk, letterlijk en figuurlijk. Goed bestuur. Ik denk dat de laatste weken, maanden, er nog niet veel van in huis gekomen. Het is tijd dat er goed bestuur komt, ja. Dat is gezegd geweest, maar dat is al meer dan anderhalf jaar geleden. En er is nog niks van in huis gekomen, dus zo. Ja, woorden en daden, dat moet wel een beetje samenvallen. Alles kan beter. Alles kan beter. Alles kan beter. Ik denk altijd dat de verjonging een verbetering is en zeker een verandering en dat er daar iets moois kan uitgroeien. Ik denk dat er geen andere optie is. Willen ze tot een resultaat komen, zullen ze moeten een aantal mensen vervangen. De paar jaar de ader tussenuit moeten, nee, dat is neef eraf. Hè. Dat zou wel wenselijk zijn, maar dan moet er ook jongere talent zijn en ik vrees dat we daar een beetje gebrek aan hebben in België. Voordat je daar binnen geraakt, moet je al bijna jaren op voorhand reserveren. Dat het niet paste op dat moment, maar eigenlijk trok dat wel ergens aan. Zeer zeker. Ja, absoluut. Als we de kans krijgen... Dat ik wel een keer willen doen, maar dat is dan uiteindelijk niet kunnen doorgaan. Maar ja, wie weet, later misschien wel, hè.